Ik heb hier 4x25 ml, namelijk in een maatkolf, in een Erlenmeyer, in een beekglas en in een maatcilinder. En we gaan kijken of dit echt 100 ml is. Om dat te bewijzen heb ik hier een maatkolf van 100 ml en daar gaan wij de 4x25 ml in doen. Eén keer een maatcilinder met 25 ml. Eén keer een bekerglas met 25 ml. Een Erlenmeyer met 25 ml. En nu een maatkolf met 25 ml. En het is geen 100 ml. Hoe kan dat? Dat is heel simpel. Het glaswerk wat je hier hebt is niet allemaal geschikt om een maat mee te nemen, om een volume mee te meten. Op het moment dat er maat in de naam staat, betekent het vaak dat je dat volume wel kan nemen. En hier staat ook de nauwkeurigheid op. Er staat hierop 0,04 ml. Dat betekent wel, als ik op de streep zit, dan heb ik plus min 0,04 ml erin zitten. Dus op het streepje is het 24,96 of 25,04. Deze hebben niet eens het streepje van de 25 ml. Maar ze hebben nog iets. Daar staat een woordje en daar, namelijk approx of approximately. Oftewel ongeveer. Het is een ongeveer, je weet zeg maar ongeveer wat erin zit. Net zoals een beetje streepjes op pannen vaak. Deze, een maatcilinder, die is wel weer nauwkeurig. Daarin staat hier de nauwkeurigheid op. Een halve milliliter, 0,5 milliliter. Oftewel, als ik precies op het streepje zit, heb ik 24,5 of 25,5 milliliter. Maar nu heb ik geen 100 milliliter. En dat komt dus omdat ik het glaswerk genomen heb in glaswerk wat onnauwkeurig is en niet bedoeld is om een volume in af te nemen. Maak nu de vraag in jullie werkboek of op toeworks.nl en ik zie jullie weer de volgende keer in het lab.